Het overleg omtrent het sturen van een multilaterale veiligheidsmissie naar Haiti onder leiding van Kenia is nog gaande. Vooralsnog zijn er geen Surinaamse militairen in Haiti. Dit bevestigde minister Krishna Mathura van Defensie vandaag, voor aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers. Via social media gaan er berichten rond die anders beweren. De regering heeft wel aangegeven in CARICOM-verband dat we willen ondersteunen. En wij zijn bezig om een team klaar te maken. Maar het is nog niet zover, want de regels waaronder de mensen moeten werken en de leiding van de missie die daar gaat, dus internationaal, moet heel duidelijk zijn. De procedures, de protocollen, de zekerheden voor onze militairen moeten duidelijk zijn. Dus echt de rules van engagement moeten heel helder en duidelijk zijn. En dan, maar we zijn wel bezig voor te bereiden. In Haiti heerst er een grote volksoproer nadat ontevreden bendes aanvallen hebben gepleegd op verschillende belangrijke instanties. Criminele organisaties voeren in Haiti de boventoon met verregaande gevolgen, waardoor het haast onmogelijk is voor de Haitiaanse regering om orde en rust te handhaven. In een persbericht heeft minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking laten optekenen dat een eventuele toekomstige multilaterale missie zeer waarschijnlijk zal bestaan uit Kenianen en Jamaicanen. Voor ons betekent dat heel duidelijk dat we nog niet participeren, aldus de BWS-minister. Hij liet tot slot weten dat er komende zaterdag weer een overleg zal zijn op het niveau van de regeringsleiders, waaraan ook president Chan Sann-tokki zal deelnemen.